Hallo, goedemorgen allemaal. Het is een nieuwe week en vandaag is het om precies te zijn ergens in de 20 juli. Precies, dat weet ik niet helemaal. Maar een hele lange vlog gaat dit worden. Een hele lange vlog, want we gaan misschien wel 2 weken gaan we achter elkaar filmen. En dan heb je straks misschien wel een uur, of niet. Maar blijf lekker kijken. Ik neem je mee deze week en volgende week met alles wat we mee gaan maken. Hi! Hi! Heb je er nu al geen kracht meer voor? Nee. Het is 8:30, ben een minuut bezig. Ja. Nou, een minuut. Nou, 2 dan. Oh. Hey, welke maandag, welke datum is het vandaag? Het is de 22e. Het is de 22e. En wat ben je aan het doen? Ik ben dozen van links naar rechts aan het zetten om ze dadelijk weer van links naar rechts terug te zetten. Dus van rechts naar van links rechts dan naar weer? Van links, van voor naar achter. Van links naar of rechts. Van daar naar daar of van hier naar daar. Het kan alle kanten op vandaag nog. Ik vind het ingewikkeld. Blijf ons volgen. Volgen? Ja. Ja, abonneren ook. Dat is ook leuk. Ja, hieronder. Belletje. Ja. Belletje. Goedemiddag allemaal, we zijn nu in Moula. Het is 39, bijna 40 graden. Heet, heel heet. En we zijn bijna onze villa en dan gaan we daar onze auto's parkeren. Daar gaan we lekker chillen, eten en daarna gelijk in het zwembad. Nou, onze vakantie is, ga door. Hallo, heb je open huis? Hi. Hi! Wat ben je aan het doen? Ik ben gezellig in de bibliotheek, maar leuk. Even rustig beginnen, dat kan je wel gebruiken. Maar wat ben je aan het doen? Nou, jij en ik. Ja, ik ben niet in beeld. We zijn aan het verbouwen. Verbouwen? Ja. Ik ben nu al moe. Onze collectie wordt zo extended. Extended version? Ja. Dat is deze vlog is ook een extended version, wist je dat? Ja. Extra lang. En onze collectie wordt ook extra lang. Dus het kastje uit onze bibliotheek moet mee gaan werken in de winkel. Oké, nou, aan de slag. De vloer moet even opzij. Oké, nou, toi toi toi. Adios. Hi. 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 Oh, dat is lekker. Als oh, dat is zo lekker. Let heb je en dat mijn haar gewoon zo wappert. Oei, ik vind jij nou ineens Hans Klok. Hans Klok, ineens ben ik er. Laat wat verdwijnen. Oké, ik ga je nu laten verdwijnen, ja? En weg is het. Tadaa! Nou. We door midden zagen als je me zo... Oh ja, we zagen het nu door midden. Tadaa! Ik haal het net niet. Oh, je had het net niet. Ik zag je door de midden. Komt ie. Ja, dan moet je nu je hoofd weghalen. Ja, kijk weg. Nou, echt Hans Klok. En mijn haar, jongens, mijn haar. Het wappert echt alle kanten op, zo warm het hier is. Goedemorgen iedereen. Nou, misschien hier is morgen, maar jullie gaan video kijken. Misschien in de middag of 's avonds. Nou, ik ben nu in lekkere onze villa. Ik ga zo zwemmen. Lekker warm. Even afkoelen. Ja, ik hoor hem al binnenkomen. Ik moest even onder de nieuwe kasten heen. Ja, gaan we straks even kijken, ja? Wat is dit? Ik weet niet, maak maar open. Ik denk dat ik weet wat het is. Nou, volgens mij heb ik niet al gekeken. Ik weet het niet. Nou, zo te zien niet. Is het nou Joke's unboxing? Oh ja. Doe even leuk. Hi, dit is de unboxing van de doos van de week. Hou je vast, want het kan best wel eens zijn dat er wat uitspringt. Of niet. Of niet. U trekt, dat is een goede doos dit. Het werkt in mijn handen, dit. Wordt een heel lang filmpje, dit. Nou ja, het wordt sowieso een filmpje van 2 weken werd het al, hè? Ja, ja. Yes, het zijn de ballonnetjes. En wat nog meer. Mogen ze het zien? Ja, natuurlijk, want dit is allemaal voor het Nijntjefeest op 31 Nijntje. Augustus, hè? Oh, Nijntje. 31 augustus is de lancering van het Nijntje-boek bij Pera Pasha. Kom je ook, vanaf 11 uur gaat de winkel open. En dan kan je het boek en een echte Nijntje in het echt zien. Blijf kijken. Leuk. Goedemorgen allemaal. Lekker weer, lekker warm. Nu al 25 graden denk ik. Ik ga straks lekker zwemmen. Kijk hoe mooi is hier. Hey, hallo dan. Bekende gezichten.
daar zijn we weer. Gezellig, gezellig. Maar deze dame heeft Voska meegenomen. Voor mij? Oeh. 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 Oh, ogen dicht. Handen op. Ja, maar ik moet mijn ogen ook dicht doen. Ja, dat kan je. Oh jee, oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh, is het zwaar? Oh, het is heel zwaar. Oh, daar gaat het. Oh, oh daar, wat is dit? Oeh. Oh, wauw. Mag het open? Ja. Oh. Oh, wat handig voor mijn sleutels. Ja. Dat is voor hier. Nou, dat is leuk. Oh, die gaan we hier ophangen. Dit is super handig. Oh, daar kun je ook het draadje van de week aan hangen. Nou, voor jou gemaakt. Helemaal getimmerd en gedaan. Ja. En dat hebben we zelf gedaan. Ja. Want super, dankjewel. Dat vind ik onwijs leuk. Die gaan we hier ophangen. Even close-up. Echt? Geweldig. Aussie. Wauw. En een 8. Waar zat die 8 voor? Ja. Dat was cijferen. Ja. Dat heb je ervoor gekregen. Ja. Zo wat goed. Nou, daar mag je trots op zijn. Je moet een lichte cijfer opschrijven. Ja. Wauw. Dankjewel. Dankjewel. Hi. Wat ben je aan het doen? Is dit achterstevoren werken? Ja. Want? Ja, gaan we het onthullen. Ja, onthul het maar. Ja, dit waren pakketten die niet klopten. Dus dan gaan ze weer uitgepakt worden. Goed dat we er nu achter komen. Maar waren er 475, toch? Ja, zoiets. Dus ik heb in 30 graden 2 oranje, 2 wit en een neusje ingepakt. En ik heb nou bij 30 graden 2 oranje, 2 witte en een neusje weer uitgepakt. Zodat je het morgen weer kan inpakken, maar dan het juiste. In andere dikte. En door. En door, je kan het! 2 witte. Lijkt wel een eindje. En een neusje. 49 graden. Lopen we in de marina van Kerchak. Het is een leuke vakantie op stad. Ja, net lunch gegeten en dan we gaan naar zwemmen in de zee. Nou, tot later. Doei. En dan denk je rustige vakantiedag, gezieten gehad. Lien, kijk eens, daar is ze weer. Daar is ze weer. Hoe is het met jou? Goed, mijn gips is eraf. Je gips eraf? Af en ik heb nou mijn hoge schoenen aan, dus... Nou, niet meer vallen en stoten. En geen pijn in mijn enkel op het moment. Helemaal top. Ja, niet meer vallen. We hebben je wel heel erg gemist. Ja, sap ik geloof het ook. Hoe erg hebben we er gemist? Heel erg. Heel erg. Heel erg. Ja. Nou, welkom terug, Lien. Ja, bedankt. En dan hobbelen we ineens van een baby. Gaat de deur open en wie staat er voor de deur? Daar staat er een tada. Klant voor de deur. Nee, niet de klant, maar de plant. Een plant. Er stond een plant voor de deur. Een klant met de plant. Kijk eens even hoe mooi, jongens. Hij is mooi, hè? Die gaat naar ons mooie tuintje. Ja. Super gaaf. Ja, de rest van de tuin nog opknappen. Ja, dit wordt gedaan. Maar dat zit in de maak. Dat wordt gedaan, ja, zeker. Top. Super top. Ik ga nou, dank je wel. Graag ze. Ja. En dan zitten we ineens in een soort van kerstgroen en kerstdingen. En gewoon dat je denkt van pre-orders. En dan krijgen we ineens heel hoog bezoek. Kijk nou hoeveel hoog bezoek we hebben hier vandaag. Oh, dat is leuk, jongens. Ja, jullie denken, wat is er leuk? Maar dit is van Jarn, zie je, jongens. Met een hele kleine, mini-mini-nieuwe Pera Pasha member. Oh, wat een schat. Echt zo geweldig. Zo geweldig. Nou, welkom bij Pera Pasha. Hallo, woensdag 24 juli. Ik weet zomaar een keer de datum, dat gebeurt niet vaak. Woensdag, hele belangrijke dag vandaag. Want vandaag gaan we de laatste hand leggen aan ons... Goeie doelenactie is als we ieder jaar hebben, hè? Want ik zeg altijd, ik werk 12 maanden en van die 12 verdien ik 11 centjes voor mezelf. En 1 maand zet ik me graag heel hard in met mijn team voor een goed doel. En dat gaan we dit jaar ook weer doen, dus later in deze video ga je er nog meer over zien. Maar voordat ik dat ga laten zien, heb ik iets anders. Kijk eens, Chenille XXL. En die is in gave kleuren, in precies zijn 25 kleuren beschikbaar. Er zal waarschijnlijk nog ergens een doos zijn. En ik heb er al even een dekentje van gehaakt. En Sabrina heeft een wrap voor een baby gemaakt. Zodat je lekker je babytje zo erin kan, ja, lekker doen. Dit is echt mega zacht. Capuchonnetje is dit. Dit wil je hebben. Dit wil je hebben. Naar de webshop zou ik zeggen.
Goedemorgen iedereen. We zijn nu in Fime Island in Göcek. Lekkere strand. Het is echt heel mooi. Mooi water. Hoe kan ik uitleggen? Het is heel helder. Je kan hier komen lekker zonnen en lekker zee te pakken. En echt heel warm. Is normaal, niet normaal. Hi, zit je nog lekker aan de koffie? Hi, ja. Oh, wat ben je aan het doen? Ik mag niet bewegen. Mag je niet bewegen? Waarom sta je dan op? Nee, ik mag mijn hand niet bewegen. Oh, je mag je hand niet bewegen. Wat staat er dan op je hand? Laat even zien. I need more yarn. Ja. Ja, iets voor Insta is dit, hè? Insta. Als je wil zien hoe dit op dit videootje zeg maar eruit ziet, moet je even naar ons Instagram account @perrapasha en daar staat hij ondertussen op, dus dan kan je lekker kijken. Hi Lien. Hallo. Wat fijn dat je er weer bent. Wat ben je aan het doen? Ik ben draadjes aan het vechten. Daar ben je goed in, hè? Klusjes, hè? Ja, daar ben ik goed in. Heel je haar danst. Oh, echt? Ja. Is het statisch? Nou, ik weet het niet. Oh, blaas een ballon op. Dan doen we dat even over de haar. Kijk of het statisch wordt. Ja. Dat zou leuk worden. Maar... Oh, mijn lunch moet op. Sorry, mensen. Ja. Wat voor letter heb je daar? Letter, even kijken. De A. Ja, van alfabet. Het, hè? Hoe heet het boekje? Alfabet. Nee, mozaïek alfabet. Oh, mozaïek alfabet. Haken. Haken. Dus dit is de A. Nou, nog 25 te gaan. Dit is onze beach. Het is Fime Beach. Ja, mooi gemaakt hier. Iedereen lekker aan het zonnen. En hele schone water. Hi! Wat leuk, wat ben je aan het doen? Ik ga even mijn truitje aan doen. Is dit het jokertruitje? Ja, dit is het jokertruitje. Maar wat een goede kwaliteit is dat, want dat truitje is dus van 3 jaar terug? Zeker wel. 2022? Ja. 2021? Ja. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet meer. Ik heb hem al heel lang, ik heb hem heel vaak aan. Ja. Jij zegt pak hem even. Ja, pak hem even. En hij lag bovenop in de kast. Ja, dit is toch leuk? Even zo dan, hè? Voor even het sfeertje. Even voor het sfeertje, inderdaad. Dus ik ga even een foto van je maken. Even mijn nieuwe bril erbij. Heb je een nieuwe bril? Zo achter de stoel. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Nou, dan ga ik even dit stoppen. Dan ga ik even een foto van u maken. Hi! Hi! Hi, wat ben je aan het doen? Nee, ik ben even druk, sorry. Druk? Ja, nee, ze komen... Ja, kijk, nou gaat de parkeerplaats weg. Oh, en de slang gaat ook weg. Nou, te laat. Wat ga je doen? Ja, kijk dan. Vrij hier, want ze gaan mijn put leegzuigen. Ja, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Kan die jouw put leegzuigen? Nou, zat die auto eroverheen. Waar zit je? Jouw put? Heel weekend volle put. En hun komen zuigen? Ik vind het heel ingewikkeld dit. En als u dit ziet, is die helemaal leeg al. Dat kan niet anders. Dan heb je lege put. Want als die nu nog niet leeg is, als u dit ziet, nou, dan is die put vol, hoor. Dus over 1,5 week, als hun het zien... Laat maar. Dan rijdt nu een vrachtwagen langs, dan moet je wat harder praten. Laat maar. Maar helaas. Volle put. Dat is zo leuk geweest. Had lege put. Ja. Dus. En door. Dan spuiten we nog maar een keer. Oh, je spuit nog even. Ja, want die put ga je wel rijden. Volle put. Wat een putlucht hier. Joke. Ja. Joke. Ja. Joke. Ja. Waar is ze? Oh, daar is ze. Ja. Ja. Dacht ik dat ik al zichtbaar was of zo? Ja. Ja, echt. Dat dacht ik. Vertel. Vertel. Nou, soms zijn er momenten in life dat je gewoon of onzichtbaar wilt zijn of onzichtbaar gemaakt wordt. Ja. En... Zie je, die hond blaft ook tegen niks. Tegen niks? Hij blaft tegen niks. Nee, maar je had wel lol, hè? Ja, ik had wel lol. Met onze DPD-chauffeur. De DPD-chauffeur. Die kwam haast naar binnen rijden. Ja, was een schatje. Ja, eerst wel. Hij mag het. Ja, hij mag het. Weet je, hij mag het. Ja. Maar je was dus even onzichtbaar. Ja, ja. Ja, vind ik wel fijn. Ja. Ik wil dat ook een keer zijn. Ja. Ik ben zo zichtbaar altijd. Ja, je bent zo heel zichtbaar. Zo aanwezig ook. Ja. Nee, dat valt best mee. En vooral als je je schoenen uit bent, dan ruiken we toch waar je bent ook al beter onzichtbaar. Ja, maar dan laat ik me gewoon mijn odeur achter. Oh. Weet je, dat is... Ode Ozzy. Ode Ozzy. In een... Oh, dat is leuk. Ik voel een nieuwe lijn. Oh, weet je, ik ga gelijk aan de lijn. En dan ga... Ja, ieder scheetje moet je dan opvangen. Ode Ozzy.
dat. Wat doe je? Oh, doe je zonnebril op. Het glittert en het klemmert hier. Maar dit is echt mijn favoriet. Die, weet je, dat is gewoon een beetje een pride glitter. Pride? Pride. Weet je, de Pride. Ken je die Pride? Ik moet volgende week naar de Pride. Ik ben zo pride op jou. Ik ben echt zo pride op jou. Maar eigenlijk is de Pride, als de mensen het zien, misschien wel gisteren of eergisteren. Of vorige week. Dat als de vlog zo lang uitloopt, dat die 2 weken duurt. Ja, maar deze duurt ook 2 weken. Ja. Dit is vandaag vrijdag. En welke datum? Dat had ik niet begrepen. Oh. Dus we gaan hem nu de zondag niet zien. Nee, dat is een herhaling. Zondag. Nee, ja. Of was het dan vorige week zondag? Voor hun was het dan vorige week zondag. Laten we dit nou niet meer doen. Wat? De mailbox stroomt over met vragen. Vragen? @perapasha.nl. Dat is het e-mailadres, toch? Ja, zeker. Leuk, hè? Zeker, ja, gezellig. Leuk. Echt gezellig. Hey, leuk. En glitter, wat kost dat dan? Waarom ligt dat witte bolletje? Nou, daar staat de laatste. Zijn de laatste 2. Die zijn dus hartstikke. Wees er snel bij, doet de zonnebril op en komt voor de glitter. Roodje stuk. Wie maakt me los? Of wie maakt Jookje even los? Jookje. Hey, Jookje. Ik heb alles gehad. Ben je ineens weer Jookje? Jookje. Dat ik heb er zo geen kracht meer voor. Maar wil je liever Jookje of Mookje eten dan? Nee, noem me dan maar Patricia. Patricia. Ja. Oké, doei Patrice. Maar dat is dan weer anders, Patrice. Patricia. We krijgen zo nog muffins, hè? Oh, wat muff. Helemaal. Koelplassen. Hi. Het is zaterdag. Bailey, wil je even stoppen? Bailey is er ook vandaag, zoals je hoort. Ja? Oh, ik schoot een beetje uit, zag je? Wat ben je aan het doen? Foto's maken. Foto's maken. Zaterdag, hè? Ja. Oh, niet te laag als ik straks onder je rokje. Nee. Maakt niet uit, je hebt toch een broekje aan, hè? Ja, nou, maar dat had die Robert Jan uit B&B misschien niet, hè? Hij toch Robert Jan? Oh, ja. Hè? Ja, wij kijken B&B hier bij Perapasha. Prachtig. Waar staat het in? In de breinhaakagenda van 2025 van Ozzy en J. En J? J. Dat klinkt de luxe versie. Dat is de luxe versie. Mr. J. Die heb ik dan niet zo vaak gehoord. Ik vind dit wel alsof je zo zeg maar in Blijdorp loopt al. Ja. Zeg maar dat je zeg maar de vogeltjes gaat fotograferen. Ook dat zo er tussendoor. Enig. Dat is... Dat is zo goed, denk je? Os. Oh, je hebt dat ding. Ja. Hi. Sta je daar stiekem te doen? Oh, ik zit lekker met sokjes te spelen. Met sokjes? Sokjes, ja. Vanuit de heeft Jay even gemaakt. Dat is uit de breiagenda komt dit. Zo zacht. Zo zacht, weet je. Oh. Het is, hoe noem je dit nou? Dit zijn zeg maar van die, oké, ik kan ook dit doen. Sokpop. Sokpop. Lekker huissokken zijn. Lekker huissokken. Ja, er zijn van die bedsokken, noemen ze het. Bedsokken. Bedsokken. Ja, ik zou ze gewoon in huis dragen, gewoon hoor. Heerlijk. Niet per se in bed. En het voordeel is, er zit geen nieuw in. Het kunnen ook gewoon als wanten. Alleen dan heb ik hier dan heb je... een probleem. Nou kijk, weet je, ik zie geen probleem. Weet je, dit kan gewoon. Ik denk dat ik ze aanhoud vandaag. Het is gelukkig ook maar 31 graden. Ja, heerlijk. Doen. Nou, foto. Door. Leuk. Lijkt me een condoom. Van een hele grote piemel. Hi! Wat ben je aan het doen? Er zitten vogeltjes in de tuin. Er zitten vogeltjes in de tuin? Nee, die zijn nep. Nee, als je goed kijkt, bewegen ze ook nog. Wacht, we zoomen even in. Nou jongens, laat maar weten in een reactie onder. Zijn ze echt of zijn ze nep? Waar ga je met die vrouw heen? Even komen voor een onderzoek. Oh, voor onderzoek? Ja, kom voor onderzoek. Uitstrijk je? Ja, dus ik leg ze even neer. Ja? Kom maar, allemaal goed. Oh, ja? En dan? Oh, vandaag is de BHV-cursus. Dat is het. Dus we draaien de hoofd even. Stabiele zijligging? Ja. Ja? En dan moet de linkerbeen omhoog. Oh, dat gaat niet. Dat gaat niet. Nee, die doet zeer. Au, 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 au. En dan... Ik moet even de handleiding erbij pakken, ik weet het niet. Oh, maar ze heeft auw. Ja, nou niet meer. Oh, goed zo. En wat ga je nou doen? Nee, ik ga ze aankleden. Oh, je gaat ze aankleden. Nee. Ja, en door, pak nee, maar lekker. De dag is kort. Oh, de dag is kort. Maar bruin wil je broek? Nou, laat... Mensen, jullie kunnen kiezen. Wordt het bruin of wordt het... Broek. Broek. Het wordt bruin. Het wordt bruin, word ik. Bedankt voor het bellen. Maar even nog één vraag, hè? Ja. Want het is maandag. Ja. Ja. Maar als die mensen nu gaan kijken, is het de tweede maandag... Ja, we slaan nog een week over. Nee, zondag starten we weer. Oh, hadden we gisteren dan de terugblikken? Ja, die ik niet gepost heb. Oké.
Heel ingewikkeld. Dus hoe zit het nou met 2 maanden? Ik weet het, het is weer maandag. Ja. Misschien dus plak... in principe als ze er dan 2 gemist hebben en de laatste wel gezien hebben en de herhaling niet geweest is. En deze komt pas volgende week, heb je 3 maandagen. Zo, dat is ingewikkeld. Oké, en door. Moet ik helpen? Nee. Nee? Dat heb jij vaker gedaan, hè? Waar zit dat ding aan die kant? Dat ding zit aan die kant. Draag je zelf ook wel eens panties? Oh ja. Draag je zelf ook wel eens panties? Nee, ik heb een hekel aan panties. Waarom? Omdat als je loopt, dan zit het kruis tussen je knieën. Het kruis tussen je knieën? Dan moet je hem ophijsen. Ja, dat is heel... En dan bij je buik rolt weer naar beneden. Probeer het maar. Oh, daar zal ik geen beetje aantrekken. Dat doe jij niet. Daag me niet uit. Ja hoor. Ik zie een ladder. Ik zie een paar grote schoenen. Geen nux. Kuiten. Nee, geen nux. Geen nux. Geen sokken. Geen Wat sokken. Wat ben je aan het doen? Ik ben herfst. Herfst. Ik heb helemaal zin in de herfst. Ken je dat? Maar het wordt 30 graden vandaag. Nee, dat wordt niet. Wij gaan nu herfst doen. Oh, ik heb trouwens geleerd dat je van bovenaf moet filmen. Ik geloof niet dat dit heel voordelig is. Dit. Nee, dat is helemaal niet voordelig dit. Maar wat doe je met die ring? Nee, dat ga ik je straks laten zien. Ja. Maar ik denk dat je hem even moet vasthouden. Want ik moet hem op dezelfde hoogte zien te krijgen. Ja, dat is dit. Jij kan dat. Oké, ik help wel. Is iemand buiten? Dit is trouwens onze nieuwe eten, Lars. Dan kijken we even. Hallo! Hi! Jij bent ook van alle markten thuis, hè? Zeker. Kijk dat dan. Heb jij vroeger ervaring hier? Was jij gewoon glazen wassen vroeger? Ook. Ook? En ging je dan ook naar boven en zo? Ook. Echt, ook. Kijk dan naar die precisie, hè? Die precisie van dat... Ja, dat je moet je benen goed door de knieën buigen. Ja? Ja? Zo, dan kan je een hele grote raam openen. Oké, hele grote ramen in 1 keer doen, wou je zeggen. Kijk. Hé, en een leuke etalaars. Ja, geweldig. Geweldig. Hé, succes. Ik ga naar binnen. Veel te warm buiten. Hallo. Hi. 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 Dit is Maya van Pixel to Mix. Wat ben je aan het doen? Nou. We hebben nieuwe gasten in ons huis. Ja, we zijn dit is Maya. Hier gaan logeren. En kan je eens even voorstellen? Dit is Lorenzo. Ja. Dit is Lara. Ja, is dat een setje? Dat is een setje. Dat zijn broer en zus. Oh, broer en zus. Ja. Ja. En dit zijn man en vrouw. Oh, die zijn man en vrouw. Ja, dat is Jan de tuinman ja. En Nelly de tuinvrouw. Oh. Kijk, die zit helemaal met zwieber en zwammerbeentjes. Ze hebben ook de opruimmanden erbij. Dus ze laten alles netjes. Maar kunnen ze dan ook onze tuin even doen? Want daar is nog steeds niks aan gebeurd. Vraag het ze zelf. Ik zal het vanavond vragen. Dat nou. Morgen... En wie zijn dit? Nou, dat is Mickey. Ja. En dat is Mary. Oh, ik dacht Mimi. Nee, Mary. Mary, Mickey. Mickey en Mary. Leuk. Dus. En we hebben pakketjes in de webshop staan. Dus wil je hem bestellen? Dan kan het gewoon. Ga naar www.bergenpasje.nl en bestel ze direct. Levertijd 3 dagen, zoiets, meestal? Zoiets. Ja, zoiets. Kijk, ons. Die zijn klaar. Echt? Ja. Oh, chocolaatjes. Kijk, chocolaatjes. Oh. Nee, geen chocolaatjes. Ik word verwend. Ik word verwend. Ik weet ook niet meer welke het zijn, weet je dat? Dat komt er van. Oh ja! Dat waren deze. Kijk. Zo, lekker patroontje. Ik krijg er kippenvel van. Je hebt ze zelf uitgekozen. Heb ik ze zelf uitgekozen? Dus niet mijn schuld. Oké, ik ga ze wel gelijk even passen. Wat er is, mag je houden. Snap ze, gaan we even een zonnebril uitzoeken bij Pearl. Leuk. Ja. Wauw. Oké. Ik ga ze het even over één aantrekken, anders zie je hem. Voetjes? Nou ja, of ik. Ja, dat kan. Ja, okay. Dat kan wel. Of je voet of steenlaag zo. Nee, de pedicure is op vakantie. Overal op vakantie. Ja. Ja? Ja. Kijk eens. Dankjewel. Dankjewel, schat. Ik vind het heel leuk dit. Ja, man. Echt super blij.
Ja. Je valt in ieder geval op in de aardbeien. Ja, dat is alleen maar goed. Alleen maar goed. Ik hou hiervan. Sokjes. Jij hebt het ook scheep. Hi, we zijn even aan het oefenen voor de modeshow op 6 september is dat. Dus ik ga even Mootje erbij vragen. Mootje is namelijk een van onze modellen. Ik lul heel de avond aan elkaar. Presenteren wordt met een mooi woord genoemd. Hi. Wat fijn dat je er even bent. Ja. Het is vandaag. Welke dag is het? Welke dag is het? Het is dinsdag. De eerste, allerheetste dinsdag van het jaar. Oké. En dus dan, dat. Ja, ik heb twee versies voor. Ja, even ja. Je hoofd hier doorheen. Ja, maar dit, was dit niet de sleeves? Nee. Oh nee. Nee, dit is eerder een. Van overheen. Zo. En dan heb je zeg maar ruimte om jullie handen in te steken. Nou, ik had eerder bedacht vanaf de andere kant. Ja. En dan heb ik hier zo. Dit is zeg maar gewoon om het compleet te maken. Daar heb ik een stukje plakband voor nodig zometeen. Dus ik ga het even. Dit kunnen jullie ook thuis hè, als je dit leuk vindt. Kom. Mag even uw armen omhoog, mevrouw? Ja. En dan ga ik even voorlangs. Dit is wel heel erg, heel erg. En dan plakken we dat even vast. Monument. Moet ik dan ook zo blijven staan? Nee, u mag zo ook bewegen. Oké. Even een moment nog. Even stilstaan hoor, want dit kan thuis dus ook gewoon. Ja, maar ik oefen voor de catwalk. Alleen maar een stukje plakband nodig. En als je dan gewoon... Mag het ook met grijze tape? Mijn man is gek op grijze tape. Vooral muurvrouw. Ja? Nee, doe dat maar niet. En dan doe je één plakkertje op de voorkant, zodat je weet, van weet je, dat moet een beetje gecensureerd worden. Nou, dit is het. Ja, doe even leuk. Nee, het klopt alsof ik minder, maar dat was het niet hoor. Nee, dit is Joke. Joke draagt vandaag een prachtig blauwe outfit, gemaakt van gerecycled plastic, want dit is al reeds gerecycled. Wil jij aan mijn bubbeltje zitten? Ik kan knallen met jou. Oh, hij knalt niet. Nee, dit is een demo pen. Demo. Demo. Ja, dus... Mo! Nee, Mo! Demo. Oh. Demo. Kom. Maar ik vind, ik kan gewoon alles aan, hè. Ik zou het lekker aan laten de rest van de dag. 30 graden maar. Kom, gaan we lekker verder. Ja. Doei! Doei! Hi! Hi! Ben je mee bezig? Nou, het is woensdag en de datum is 31 juli. Gisteren was een van de warmste dagen van het jaar, volgens mij. En wij gaan kersthuisjespakketten aan het klaarmaken. Uiteraard. Ja, maar kijk hoe leuk. Jan-Jaar Spartro, allemaal katoentjes. Dat is voor grote huisjes is dit. Zo, ik moet het even aanduwen dat het een beetje plat zit, zeg maar. Ik wil nog even een plakbandje overheen. En we hoeven nog maar een pakketje of 85 van die grote. Dan gaan we naar de kleintjes doen. Oh, peanuts. Ja, dus ik hoop wel dat je me straks even komt helpen. Want anders, weet je. Ik zal erover nadenken. Denk er eens over na. Wat ben je zelf aan het doen? Geef die camera's hier. We draaien eens even die camera. Ja, hoppa, draaien. Hi! Hi, je bent er ook. Wat doe jij? Wacht, laat je haar even wapperen. Ik heb er aan mijn haar. Ja. Oh ja, zo is veel beter dit. Ik ben een elf on the shelf aan het... Wat ben je nou aan het doen? Kijk, dan gaat je haar, Pam, je haardans. Oh, heerlijk. Ik word helemaal zo... Maar je bent even Jason Patroon op het juiste papier aan het zetten. Dat ben je aan het doen. Ik wist al wat je aan het doen was. Hè? Want dan had ik namelijk aan je gevraagd of je dat wilde gaan doen. En dat ben je gelukkig. Je haar danst weer. Oh, heer. Dit is wel fijn hè, dat je haar zo kan dansen. Ben je ook naar de kapper geweest? Ja, ook dat. Je hebt een nieuwe bril. Nee, dat alweer niet. Het is tijd. Jij al? Ja. Nieuw. Nieuw? Dit is nieuw. Nieuw. Ja, dat is nieuw. Weet je, ik kom toevallig bij deze leverancier. Het is in Duitsland. Duitsland! Ik heb een heel rondje gedaan bij je. Ja, inderdaad. Wil je me wel van mijn goede kant pakken? Vroeg ik net ook al die DPD-chauffeur, maar die had er geen zin meer in. Dus, maar dit is die Relana. Dat is wel bekend. Ze zijn al in Duitsland is best wel bekend. In Nederland nog niet zo. En ik zag kerstsokkenwol. Dus ik was op zoek naar kerstsokkenwol. En dat hebben we dus binnen! Oh, kijk ik ja, maar dat is nog niet alles. Oh, dat moment. Is nog niet alles. Want... We hebben meer. Kerstsokkenwol. En dan heb ik... Kerstsokkenwol. Ja. Maar ik heb ook... Kerstsokkenwol met een glimmetje. Met glitter. Glitter en glimmer. Glitter. Ja, helemaal leuk. En er zitten... omdat wij voor het eerst hebben besteld... En die meneer belde mij terug. Die zei van... Jullie hebben best een leuke webshop. Kunnen wij niet meer leveren? Ik zeg nou, stuur samples. En dan ga ik er naar kijken. Dus hier zitten samples in. Die ga ik je niet laten zien. Dat blijft een verrassing. Maar die kan je nu bestellen. Want het linkje staat hieronder. Hi. Donderdag.
Wat heb jij voor iets leuks op je hoofd? Is dit een soort van, weet je, Olympische Spelen, Barret. Parijs? Een soort van, nou ja, Barret eerder dan. Barret. Hij staat hier wel. Jij kan ook alles hebben. Echt alles. Er komt dan ook nog zo'n leuke pompon op de. Ja. Bovenop, zeg maar. Ja, dat lijkt me leuk. Doe ze een pirouette. Dat gaat niet, dan valt hij eraf. Maar wat ben jij aan het maken? Het wordt iets heel anders dan een baretter. Zo. Ik krijg ook de paard in mijn keel. Het wordt een beer. Het wordt een beer. Oké, nou. Aan de haak! Heb je nog meer bij je? Ja. Ik had best goed door kunnen filmen. Wat is dat? Het is een pinda. Een pinda rotjes. Zo'n pinda rotjes dit. Wat is het? Dit wordt iets heel leuks. Dit wordt iets heel leuks. Ja. Komt er dan nog meer uit? Met armpjes. Oh, er zitten ook armpjes komen op die pinda. En voetjes. Voetjes die je uittrekt inderdaad. Voetjes. Ja, voetjes. En oortjes. Oortjes hebben we ook. Leuk. Heb ik nog meer? Misschien een neusje? Ook even een neusje. En een neusje. Nou, wat schattig. Dit is een soort van bouwpakket. Dit is een bouwpakket. Dit is een bouwpakket. Ja. Met welk bouwpakket ga je vandaag verder? Een beer, denk ik. Een beer, denk ik. Ja, die is misschien sneller af. Ja, die moet sneller af ook. Ja, denk ik wel. Nou, oké. Chop, chop, chop. Nogmaals aan de haak. Hoi. Hoi. Oh, je bent alweer verder. Ja. Er zitten ineens ogen in je baret. Nou, nog niet erin. Ik heb ze er even op. Want dat doet zeer. We zijn even aan het kijken wat hij krijgt. Oh ja. Oh. Ja. Is het dan bruin of goud? Ik weet het niet zo goed. Wat vind je zelf? Ik denk bruin. Ja, ik denk dus ook. Het lijkt wel of het tot leven komt met die ogen ineens, hè? Ja, ik vind het wel heel mooi, vind ik dit. Ja, nou, ik zeg blijf kijken, want hij komt denk ik wel af, hè? Ik ga mijn best doen. Succes! Hi. Hi. Je zit nu met je arm in een beer te douwen, hè? Ja. Maar wat doe je? Ik probeer oogjes vast te zetten. Maar het valt nog niet mee. Doordouwen. Je kan het. Duwen. Duw. Je kan het. Ja. En door. Ja. Nee. Ja. Ja. Nee. Nee. Ja. 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 Ik hoorde hem. Knak. Dat was hem. Wat ga je aan het doen? Ik ga dit even in die beer proppen. Het wordt een soort van een beervlog. Een berenvlog. Maar, ja, dat zijn zijn hersens, of niet? Dit zijn denk ik wel zijn hersens. Hij is wel hoogbegaafd, zo te zien, met al die... Ja, gaan we hoop in. Dan maar door. Maar die ogen werden het dus niet. Nee, die worden het niet. Jammer. Dus niet te doen. Niet te doen. Maar er komen hele leuke gehaakte oogjes op. Oh, leuk. Nou, en door dan. Want we hebben nu nog steeds hetzelfde als 3 uur geleden. Ja. Wat ben je allemaal aan het doen? Bestellingen maken. Heb je het een beetje druk? Nee, het valt wel mee. Maar er ligt echt overal ligt er wat? Ja, waar gewerkt wordt is een beetje rommel. Nou ja, weet je wat het probleem is? Het probleem is als wij dus samenwerken, dat is het probleem. Want dan hebben we dus die chaos die achter ons ligt. Als Jay dit dus nu ziet... Het is heel georganiseerde chaos. Wij weten precies waar we mee bezig zijn. Dat klopt. En feit is, om 5 uur is het opgeruimd. Ja. En zo niet doet Joke het morgen. Toch, Joke? Joke! Joke, Joke, Joke. Hi! Vertel eens even. Zo een beetje dichtbij. Ik vertel helemaal niks. Vertel je helemaal niks? Nee, beroepsgeheim. Ik heb beroepsgeheim. Heb jij beroepsgeheim? Ja, er zijn van die dagen dat je echt beroepsgeheim moet hebben. Ja? Ja, ja. Maar waarom? Nou, omdat het geheim is. Geheim? Ja. Oké, maar je mag wij werken samen, dus je mag al je geheimen aan mij vertellen. Ja, maar niet, niet nu. Niet nu? Nee. Dus, maar het is vandaag vrijdag. Heel de dag. En wat staat op de planning? Van alles en nog wat. We gaan sowieso straks herfstplaatjes maken. Oh, ik kan niet wachten. Dat de herfst gewoon binnenvalt. Toch? Niet? Ja. Ja, nee, leuk. Dus... Zo noemden ze me vroeger thuis altijd Opo Herfst. Opo Herfst. Heb je Opo Herfst? Heb je Opo Herfst? Nou, Opo Herfst, nee, laat maar. Doei! Hi! Hi! Wat doe je? Ik ben bezig met splitsing. Splitsing? I'm splitsing. Links, rechts? Nee, ja, ook. Ja? Ja.
afhalen, bezorgen, met cadeautje, zonder cadeautje. Wanneer krijg je een cadeautje dan? Ja, soms hebben mensen met de actie iets besteld en dan kreeg je dat weekend een cadeautje erbij. Oh, dat is niet specifiek wat het dus product. Dus aftellen naar de verzending is begonnen voor ons en de klant. Maar betekent dan dat het een pre-order op zijn einde komt? Er is een pre-order die nadert het einde, ja. Echt? En welke is dat? Mag ik het zeggen? Ja, natuurlijk. Het grote kersthuisjeshaak. Oh, waarom staat die ventilator uit? Nou, voor het geluid heel even. Oh, voor het geluid, anders horen ze jou niet. Ja. Maar er waren dus mensen, hadden er een cadeautje bij, zie je, een chubby. Ja? En daar hebben we allemaal rekening mee gehouden, dames en heren, lieve mensen, kijkbuiskinderen. Ja? We hebben al heel lang in de pre-order achter in het magazijn de chubby staan. Die staan te wachten? Ja, tot ze met die pre-order weg mochten. Charming chubbies. Is er niet meer, hè? Niet meer te verkrijgen. Nee, alleen nog als e-book. Dus als je hem nu krijgt bij het kersthuisjeshaken, dan heb je echt een collectors item. Ja. Maar moet die Jay dan niet een keertje terugkomen? Want dat boek moet gesigneerd gaan worden. Jay, wie was dat ook alweer? Hoe lang is die al weg? Ik heb geen idee, maar is veel te lang. Te lang. We wachten alle tijdje. Kom nou weer terug, want duurt te lang. Hi. Nee, ja. Jij was net zo leuk aan het vertellen. Ik denk dat er meer mensen naar B&B kijken. Oh, serieus? Ja, Bed & Breakfast voor Liefde. Jij zat er net zo vol uit over. Doe even je ongezouten mening. Misschien dat we dat iedere week even terug kunnen laten komen. Ja. Vertel even, wie vind je het leukste stel? Ja, Mike en Noor. Mike en Noor. Ja, die vind ik leuk. Daar moet gewoon niemand meer naartoe. Niemand. Die moeten gewoon lekker samen. Het is een match. Dat is een match. Gelijk. Gelijk. Ja. En dan hebben we Griekenland. Griekenland, nou dat vind ik vreselijk. Ik vind haar zo niet leuk. Je vindt haar niet leuk? Nee, zij is van Mamma Mia, denk ze. Ja, nee, dat denk ze inderdaad. Ja, hij is blijven staan. Een aantal kilo geleden en een aantal jaar geleden. Ja. Dan kon je blauwe nagellak op blijven doen en blauwe oogschouder. Nee, nee. Nee, dat is hem niet. Plekje is wel heel mooi. Plekje is prachtig. Daar zou ik wel een beetje zo aan het zwembad bij de zee, dat wel. Arno, ja, die weet zelf niet wat hij wil. Nou ja, hij is wel een leuke man. Ik heb het idee, dat is jouw mening. Ja. Maar dan vind ik ook dat hij de verkeerde leuk vindt. Ja, want waarom? Die eerste, die vind ik het leukst. Nee, ik vind de tweede het leukst. Nee, ja. Nee. En dan nog heel even Schotland. Schotland, ja. Nee, hoe dan? Ja. Hoe vind je colletjes, capejes, laarzen, manchetjes met 3 knoopjes? Dat Els denkt van, hoe dan? Dat past het maakt mij niet uit wie het is. Ik wil hem gewoon. Als schrijft hij op zijn bord? Ja. Op haar bord? Ja. Hè? Dan vindt ze het nog leuk. Ja, maar ik denk, ja, nee. Ja. Het is wel een match. Het is wel een match. Het is een match. Ja. Nou ja, kijk je nou ook B&B? Laat het weten in de reacties hieronder. Ja. En wij kijken gezellig mee. Thijs, je vergeet Thijs. Oh, Thijs. Thijs die gewoon aan Marie naar huis stuurt. Ja. Oh, en uit de caravan. En we vergeten nog onze Poolse dame. Ja. Nou, dat wordt lachen. Ja. Blijf kijken. Blijven kijken, inderdaad. Blijven kijken. Ik snap niet dat ze zo de borst laat zien. Ik blijf even splitsen, ja. Goedemorgen allemaal, het is zaterdag, volgens mij 3 augustus is het. En ik zit in de trein, ik hoef niet te werken vandaag. Mootje en Sabine zitten lekker in de winkel. En ik ben onderweg naar Amsterdam. Iets met heel veel bootjes, door grachten en dat soort dingen. Dus ik neem een heel klein stukje daarmee. En dan zijn we bijna aan het eind van deze dubbele week vlog. Dus blijf nog even kijken, want er komt misschien nog wel wat leuks aan. Oké. We zijn in Amsterdam en dit is ons plekje van de dag. We hebben een prachtig bootje op een geweldige locatie, want als het goed is komt hier echt alles langs. De hele parade komt hier langs. We zitten aan de Prinsengracht zitten we. Ik zal even draaien. En iedereen begint zich langzaam klaar te maken voor het feestje van vandaag. Dus ik zou zeggen, blijf nog even kijken, want ik neem je natuurlijk uiteraard mee op het hoogtepunt. Nou staat daar Booking, maar wij zijn een Expedia boot. Dus wil je nou een hotel boeken, doe het dan op Expedia.com. Even reclame maken voor het bedrijf waar mijn partner werkt. Even kijken. Ik ben in Oscars huis. Huh? In Oscars huis. Fotoshoot? Nee, geen fotoshoot.
Ik ben van de hondenoppas en ik ga Bailey terugbrengen. Bailey is weer thuis. En dat was het. De 2 weken zitten erop. Onze Ron die de video gaat monteren komt vandaag weer thuis. Dus die gaat de video straks voor ons monteren. Ik zeg jongens, ik vond het superleuk. Bedankt voor het kijken. Het najaarseizoen gaat bijna starten. Jake komt volgende week terug. Dus ja, heel veel leuke dingen staan er op de planning. Voor nu vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Zodat je altijd op de hoogte bent van alle nieuwe video's die we gaan posten. Een opmerking hieronder vind ik hartstikke leuk. En natuurlijk die thumbs up. Ik zeg dikke kus en tot volgende week. Doei!